De uitspraak die Johan Derksen deed over politicus Hapta Mu de hoop hebben voor veel opschudding gezorgd. Derksen's opvatting dat Hapta Mu geen echte Friso zijn vanwege zijn huidskleur, leidde tot een golf van verontwaardiging zowel binnen als buiten de studio. Hoewel de media furoren rondom deze uitspraak in enigszins is geluwd, blijft het onderwerp een heenhangsijzer voor politiek verslaggever Mierlek. Merel zat zichtbaar aangeslagen in de studio, haar gezicht in open boek van teleurstelling en frustratie. Ze was zelf aanwezig toen de controversiële uitspraken werden gedaan en bekende live op televisie dat ze zich enorm schuldig voelde over haar gebrek aan interventie, ik was erbij natuurlijk. Ik voelde me wel kut. In tegenstelling tot jullie zat ik die avond weer met een knoop in mijn maag in de auto. De discussie in de auto na de show draaide om zelfverwijt en de gemiste kans om direct in te grijpen, wat haar de rest van de week zwaar viel. Dit werd door René van der Gijp met enig sarcasme ontvangen. Ben je er de hele week al kapot van? Jezus smijt dat je nog gekomen bent vanavond. Had lekker thuis gebleven, lekker op de bank liggen, sneerde hij, wat het verschil in perceptie binnen het team benadrukt. Ze. Helene Hendricks, die ook aan tafel zat, sprak zich uit tegen de uitspraken van Dergsen en noemde het een groot verbaanongeluk. ongeluk. Ze legde uit hoe ze zelf had gereageerd als ze in zo'n situatie verzeild was geraakt, wat impliceerde dat excuses op zijn plaats waren geweest. Johan Derksen bleef vechter onvermuurbaar en benadrukte dat hij zijn woorden niet racistisch bedoeld had en daarom geen excuses zou aanbieden. Nou, laat ik je uit de droom helpen, ik heb het niet racistisch bedoeld, dus ik kan ook geen sorry zeggen, en ik verdom het ook, verklaarde hij stellig, wat de discussie alleen maar verder deed oplaaien. Merel probeerde nog te vergeefs, om Johan de ernst van de situatie te laten inzien door de vergelijking met het per ongeluk op iemands tien staan aan te halen, maar Derksen was niet te bewegen. Laat ik je nou één ding meegeven met mijn levenservaring, probeer iemand van 75 niet herop te voeden, sloot hij het gesprek af, waarmee hij een einde maakte aan de discussie, maar niet aan de controverse. René sloot de show af met een cynische opmerking over hoe ook hij nu waarschijnlijk een zwaar weekend tegemoet zou gaan, een sentiment dat de gespannen sfeer en de verdeeldheid binnen het team onderstreepte. Ondanks de grappen die nog werden gemaakt, was duidelijk dat de uitspraken van Derksen diepe sporen hadden nagelaten. Niet alleen bij de kijkers, maar ook bij de mensen aan tafel.